Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag woensdag 6 oktober. Een internist die zich specialiseert in het ziektebeeld kanker is een oncoloog. Deze medisch specialist behandelt patiënten met de diagnose kanker. Een internist is een specialist die vooral volwassenen behandelt. Het specialisme heeft interne of inwendige geneeskunde. De internist houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren, herkennen en benoemen en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Een oncoloog is een arts die is gespecialiseerd in de behandeling van kanker. Vaak heeft de oncoloog zich gespecialiseerd in een bepaalde vorm van kanker of in een specifieke behandelmethode. De oncologie is een specialisatie binnen de interne geneeskunde. De gezondheidsrisico voor mensen met kanker is heel erg groot en kwetsbaar. Is het voor deze groep wel raadzaam zich te laten vaccineren? Na elk vaccin ontstaan er bijwerkingen die mens op mens verschillen. Weer anderen krijgen heel milde bijwerkingen en anderen die er koorts van krijgen. Voor zover nu bekend zijn er geen aanwijzingen dat kankerpatiënten extra risico lopen op ernstige bijwerkingen wanneer ze zich laten vaccineren. Wachten op vaccinatie is geen reden om uw behandeling uit te stellen of te vertragen. Het is aangeraden indien mogelijk de vaccinatie te doen alvorens de chemotherapie wordt opgestart.
Dr. Lohr stoort zich ook aan de conspiratietheorieën op de social media kanalen. Hij adviseert dat als je de juiste informatie wilt hebben, zoek het dan niet op social media. Ga naar de juiste mensen. Praat met je arts erover. Het moet heel bijzonder met jou zijn als je zegt dat je je niet wilt laten vaccineren. Dat zegt oncoloog Jim Lohr. Vooral mensen met een verzwakt afweersysteem moeten zich laten vaccineren. Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met je vrienden je verjaardag te vieren, je grootouders te knuffelen, naar een terras of restaurant te gaan, of van je liveshow of van voetbalwedstrijden te genieten. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en dat je levens kan redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer onze oude leven terug kunnen oppikken. Dus dan ben ik hier als, als First Lady om eigenlijk de twijfel die in de samenleving heerst en daarbuiten, om dat weg te nemen. We hebben vertrouwen erin. Er is voldoende informatie daarover. En de hele bedoeling is dat wij groepsimmuniteit gaan opbouwen en dat
wij op een gegeven moment weer terug kunnen gaan naar het normaal leven. Dat is het streven. En het normaal leven gaat ook onze economie doen weer herleven. En dat is het wat we allemaal in een jaar kwijt hebben geraakt, of althans moeten ontberen. Dat wij straks weer langzamerhand weer teruggaan naar wat het was, hoe het leven was. We willen mensen in leven, we willen mensen gezond, we willen mensen niet op de IC, we willen mensen niet zien sterven, we willen in leven. En ik denk dat dit vaccin ons ook helpt, hè, om te kunnen leven, om te kunnen functioneren. Suriname heeft gezonde mensen nodig. Suriname heeft mensen nodig die in staat zijn om te werken aan de ontwikkeling en de opbouw van het land. Op alle verschillende gebieden waar wij de mogelijkheid voor hebben. En ik denk dat dit ons mede bijdraagt dat wij het ook optimaal kunnen doen. Dus ik hoop van harte dat mensen met name mijn voorbeeld volgen en zich laten vaccineren. Je zult altijd mensen hebben die twijfelen aan een vaccinatie. En mensen die vinden van in zo'n korte tijd heeft men een vaccinatie kunnen ontwikkelen. Maar je moet kijken naar wat je ervoor, dus het voordeel wat het vaccineren je geeft. En als je mij vraagt, heb je meer voordelen dan nadelen. Natuurlijk, heel veel waait vanuit het buitenland naar hier en men neemt het mee. Maar je moet voor jezelf besluiten, het is geen dwang. Maar je moet voor jezelf besluiten, wil ik of niet. Maar ik zou toch aan mensen adviseren, voor jezelf, voor je gezin, voor je omgeving, voor je vrienden, laat jezelf vaccineren. Laten wij samen de pandemie tegengaan. En dit is de eerste stap, of de stap die de WHO, die de wereld genomen heeft om de pandemie in te dammen. En laten we gezamenlijk eraan werken, zodat wij weer tot het normale kunnen gaan. Vaccineren geeft toch de beste bescherming. Als het leven door moet gaan en ik wil dat mijn leven doorgaat, dan word ik gevaccineerd. Er is echt niets om bang voor te zijn. Ik denk dat we het allemaal gewoon moeten doen. Vaccineren redt levens, dat hebben we altijd al gezien. Kinderen vaccineren, baby's vaccineren, het redt levens. Ik voel me verplicht omdat ik straks weer het normaal leven wil hebben. We moeten bij elkaar kunnen komen. We moeten elkaar weer kunnen omhelzen. We kunnen de hand geven. En dat mis ik. En als iedereen gevaccineerd wordt, dan denk ik dat het wel lukt. Laat je vaccineren. Vooral, want je moet... Het risico is, als je behoort tot de risicogroepen en loopt COVID op, kan het ernstig verlopen. En vaccinaties kunnen ervoor zorgen dat je beschermd bent. En dat je geen ernstige infectie oploopt. Je save jezelf, je save je familie en de rest van de gemeenschap. We streven naar minimaal 70% van de populatie om het vaccin te nemen. En we gaan ervoor. En zo zijn we voor deze aflevering weer aan het eind gekomen van het COVID-19 journaal. Mij rest u nog een fijne voortzetting van uw dag toe te wensen. Blijf ten alle tijden voorzichtig en hou je aan de Mohana-maatregelen. Tot de volgende keer.